Ik ben Erik Vink. Ik ben social artist. Ik ben twee objecten aan het maken. Het object strijd en het object hoop. En die ben ik hier in het oude Theater Bies aan het bouwen met een hele grote club vrijwilligers. Strijd is het kantelpunt eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. Het wordt een tuimelaar. Een hele grote tuimelaar, zoals je die vroeger kent, zeg maar, die je op tafel zette, die gaf je een klap en dan ging die heen en weer. Dit wordt een tuimelaar voor volwassenen. Dus ja, dit is groot en dat betekent dat je dus iets moet maken wat zo gemaakt wordt dat het dus onder de brug door kan. En dat wordt dus een technisch aspect, wat ook heel veel invloed heeft op de performance. Wat is mijn rijm? Ja, dat zeg ik natuurlijk niet. Ik werk met een enorme club vrijwilligers. En ik ben super blij dat er een paar mensen bij zitten die zo mega technisch intelligent zijn. Dat zij iets verzonnen hebben op die maximale diepgang van 1,70 meter. En je wil een object maken wat veel, veel groter is. En ook qua diepgang eigenlijk veel dieper is. Maar zij hebben iets verzonnen. En ja, kijk ernaar en verwonder je. En misschien kom je erachter, misschien ook niet. Dit is het object van het establishment. Dit is hun trots. En dit verdedigen ze met hand en tand natuurlijk. Want de ongenode gasten die hebben het op dit punt in de parade, als deze voorbij komt, wel een beetje gehad met dat establishment. Dus... het enige wat zij willen is dat establishment er vanaf donderen. Er komen een stuk of zes bootjes met ongenode gasten die dus het establishment aan willen vallen. En die gaan dus echt alles eraan doen om dat te laten gebeuren. Dus ja, dat wordt de hectiek ten top, zeg maar. Ja, en dan dus dat object wat alle kanten op kan. Ja, dus dat wordt, ik denk als het zo allemaal gaat gebeuren dat het heel vet wordt. Ja.